Nou, mensen zijn eindelijk aangekomen na een lange reis. Aangekomen in het dorp vlak bij Harwi en Nador. Deze plaats waar familie Adam woont heet Tistotin of zo. Zo heet het ongeveer, Tistotin. Het is echt, subhanallah, waar mensen wonen. Ze zijn nu echt al een uur aan het rijden voordat we bij hun thuis aankomen. En jullie zien het. Er is helemaal geen asfalt. Er komt hier bijna helemaal geen auto. Dus, dan hebben jullie in ieder geval een beeld waar familie Eda vandaan komt. Je kan hier niet, echt niet anders dan 5 km per uur. Alhamdulillah, na een lange reis zijn we aangekomen. En de afscheid nadert, inshallah. De beelden worden vervolgd, inshallah. Nou, beste mensen, na 9 uur een lange reis te hebben gehad, zijn we eindelijk thuis bij familie Adam aangekomen. Alhamdulillah, we zijn vermoeid, maar alhamdulillah, we hebben nog kracht om even jullie allemaal te bedanken. De familie Adam wil iedereen bedanken, alle donateurs die baby Adam hebben geholpen of die een dua hebben gedaan. Ik vraag natuurlijk ook Allah subhanahu wa ta'ala om iedereen rijkelijk te belonen die ons heeft bijgestaan van het begin tot het einde. Maar natuurlijk, beste mensen, willen wij jullie nog om één gunst vragen, inshallah. Baby Adam moet nog steeds voor controle gaan. Hier in Nador zullen ze naar een kinderarts gaan en een fysiotherapie. Hij moet 2 keer in de maand moet die fysiotherapie krijgen in verband met zijn open ruggetje. Zijn spieren moeten telkens losgemaakt worden en getraind worden. Natuurlijk kost dat allemaal geld. We vragen daarom ook of er een aantal donateurs zijn, of vaste donateurs, die baby Adam, het gaat natuurlijk om baby Adam, om hun maandelijks een bedrag te geven om te doneren, zodat ze elke keer baby Adam naar de arts kunnen brengen voor controle en fysiotherapie. Mocht er mensen zijn die baby Adam willen blijven steunen en bijstaan, kunnen jullie Stichting Najiba een privébericht sturen. En dan kunnen jullie maandelijks een donatie geven, inshallah. En ik zal ervoor zorgen dat de vader naar de bank gaat om een rekening te openen, zodat wij via onze stichting rekening naar zijn rekening kunnen sturen, zodat ze Adam elke maand naar de dokter kunnen brengen en naar de fysiotherapie, inshallah. Dit was het dan. We gaan afscheid nemen, inshallah. Ik vraag als eerste Allah subhanahu wa ta'ala om echt iedereen, maar echt iedereen rijkelijk te belonen. Ik vergeet nog één ding, subhanallah. Ik wil de broeder, de zuster uit België, die hun huis beschikbaar hebben gemaakt, appartement, 4 maanden lang, subhanallah, hebben ze appartement voor deze familie beschikbaar gemaakt. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om jullie echt rijkelijk te belonen, jullie gezin te beschermen. Want subhanallah, jullie hebben ons echt heel veel kosten bespaard, alhamdulillah, waar ze konden verblijven. Nogmaals, barakallahu fikum. En natuurlijk ook alle donateurs. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om jullie echt allemaal rijkelijk te belonen. Natuurlijk zullen we baby Adam niet in de steek laten. We zullen op de achtergrond blijven. Wij beginnen ook, inshallah, Stichting Najiba, met de vaste donatie of vaste donateurs die ons een vrijgevige donatie elke maand geven. Beginnen wij, inshallah, met hun een bedrag te geven van, inshallah, 500 of 5000 dirham. Dat ga ik aan de familie geven, zodat ze in ieder geval deze 3 maanden of deze 2 maanden
geld hebben om zeg maar eten te kopen en drinken. En natuurlijk om baby Adam ook naar de arts te kunnen brengen en fysiotherapie. Bismillah, om zelf. Wat heb ik Gura Roosweb, wat is een taxi, inshallah. Safi. Inshallah, en dat is niet dat we zijn chokran, waar ik loop je koop. Chokran, Amen, waar ik loop je koop. Nou, ze bedanken jullie allemaal. En ja, dit was het dan. Wij gaan terug naar huis. Bij deze, inshallah, sluit ik ook af. Ja, ik moet terug naar Nederland, beste mensen. Mijn vrouw is hoogzwanger. Die staat op elk moment te bevallen. Dus ik moet, helaas moet ik afsluiten. En inshallah zullen we dit weer gaan oppakken. Alleen weet ik nog niet wanneer. Maar bij Idnillah gaan we dit oppakken. Want wij hebben nog een hele lange wachtlijst van mensen op ons te wachten. Er zitten echt mensen al 3-4 maanden op ons te wachten. Helaas kunnen wij niet iedereen helpen, beste mensen. Heel veel mensen vragen ook met spoed. Wat ik jullie wil geven, beste mensen. Wij zijn geen eerste hulp. Wij zijn een stichting. We doen ons best om zoveel mogelijk mensen te helpen. Maar daarnaast heb ik ook een privéleven. En nogmaals, mijn gezin heeft recht op mij. Mijn ouders, mijn broers hebben recht op mij. Dus ik ga nu even pauze nemen. Wat ik jullie al zei. Mijn vrouw is hoogzwanger. En die kan elk moment bevallen. En ik moet inshallah teruggaan. En op tijd zijn voor de bevalling. Inshallah barakallofikum. En blijf ons steunen. Blijf ons volgen inshallah. In Nederland gaan wij ook zeker door. En ja, dit was het. In verband babytje Adam. Barakallofikum. Subhanakallohumma bihamdik. واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك اللهم اهدنا شكرا Showed me the light that I'll follow. He gave me the signs and told me to be strong when I was away. He is giving you time so you can make the best of life. And He gives you paradise if you are the one who loves and believes. So don't you walk away. We won't be here for so long. Cause one day we're going home. 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 He was there when I was all alone. He stood by my side and showed me right and wrong. He opened my eyes and took me out the storm when I was away. He's the one who makes you feel better when you have tears in your eyes. He's the one who makes you feel better when you can see clear in your mind. Don't you worry, it's gonna be okay. Cause one day we're going home. 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 Going this world together in another place. We